En je ziet hier een prachtige grote vlakte waar weinig industriële activiteiten zijn of andere zaken zijn. U zou het niet zeggen, maar je ziet het niet, je merkt het niet en je ruikt het niet. Maar er gebeurt van alles hier onder de stortplaats. Nou, het probleem met dit soort stortplaatsen is dat er heel veel afval in ligt. En daartussen het afval ook mogelijke verontreinigende stoffen aanwezig zijn. En dat huidige wet- en regelgeving voorziet in het volledig waterdicht inpakken van deze stortplaats. En dat betekent eigenlijk dat het afval en ook de vervuiling die erin zit, dus eeuwigdurend een bron van vervuiling zou kunnen zijn. En die vergt ook eeuwigdurende nazorg. Nou, de oplossing is eigenlijk geënt in ons NA-zorgmodel. Daar staat zeg maar, het zelfreinigend vermogen van de natuur centraal. In stortplaatsen gebeuren allerlei biologische en chemische processen die in staat zijn om verontreinigingen die erin zitten zeg maar, te neutraliseren door toelaatbare normen. Maar dan is er wel water nodig. Nou, de oplossing die wij in feite voorstellen is om in elk geval voor te zorgen dat het water, en dat is gewoon ook weer natuurlijk regenwater, in de stortplaats kan infiltreren, kan blijven infiltreren gedurende de komende 10 à 20 jaar. En daarmee zeg maar, die zelfreinigende processen die in de stortplaats plaatsvinden ook in gang kunnen gaan. Nou, de innovatie bestaat eruit dat, één, dat we ons bewust moeten zijn, en niet alleen wij, maar ook de rest van Nederland, dat er dit soort processen in een soort afspelen. En dat wij meet- en interpretatietechnieken hebben ontwikkeld om aan te tonen dat dit soort processen ook een positief effect heeft op de onschadelijkheid van stortplaatsen. We hebben, in Nederland kennen wij 4000 stortplaatsen met een totaal oppervlak van 80 vierkante kilometer. En voor het gevoel dat is zo groot als zeg maar ons park de Hoge Veluwe. Of een stad als Den Haag. Dus dat betekent dat er ook in plaats van de stort als een bedreiging te zien, de stort ook kunnen beschouwen als een kans voor nieuw hergebruik in de zin van wonen, werken en recreëren.